De FHR Instituut voor Higher Education, FHR, heeft afgelopen zaterdag aan 150 bachelor en 80 master afgestudeerden hun diploma uitgereikt. Voorafgaand aan de feestelijke ceremonie hebben de afgestudeerden de traditionele processie gelopen naar de hal van de KKF, waar de uitreiking en receptie hebben plaatsgehad. De rector van FHR Hans Limapo gaf aan dat zijn ervaringen in opeenvolgende fasen van zijn loopbaan hem hebben geleerd dat de onderliggende doelstellingen van beroepsactiviteiten vereisen dat de beoefenaars daarvan met innerlijke overtuiging handelen. Als professional kun je gedrag niet slechts laten leiden door je beroepsleven, maar zou je open moeten staan voor de wereld om je heen en de wereld in je binnenste, zodat je de omstandigheden waar je voor gesteld zit kunt begrijpen en daarop kunt reageren op een wijze die bij je behoeften, je doelen en je waarden past. Ik heb als advocaat in dienst van het recht in het bedrijfsleven, waarin de voornaamste opdracht is het creëren van toegevoegde waarden, en nu in het onderwijs met passie voor leren als centrale doelstelling ervaren dat het domein van verantwoordelijkheid van een professional ruimer is dan de institutionele regels afdekken. Limapo gaf verder aan dat het verwachte gedrag van een mens in een beschaafde samenleving niet egocentrisch mag zijn. Het moet maatschappelijk verantwoord zijn, dus veelal onzelfzuchtig. De rector stelde de aanwezigen de retorische vraag: als iemand zich aan de keuze tussen natuurlijke geneigdheid en innerlijke overtuiging kan onttrekken. Ik denk het niet. Want deze keuze is karakteristiek voor het menselijk bestaan en de essentie van vrijheid. Het leven is niet een aaneenschakeling van tegenvallers en meevallers waar we ons als slachtoffers bij moeten neerleggen of van mogen profiteren. Maar veeleer een reeks uitdagingen, waaronder de uitdaging om het beste te maken van elke situatie. Hans Limapo, rector van de FHR, die afgelopen zaterdag aan 213 afgestudeerden hun beul heeft uitgereikt. De best geslaagden zijn Kathleen Singh Joyopawiro bij de master en Prashant Ganga Prasad bij de bachelor. Limapo zegde de afgestudeerden met pijn in zijn hart aan de ene kant en aan de andere kant met heel veel vreugde vaarwel.